Een gezonde, warme maaltijd op school. Dat is het bijna hartstochtelijke pleidooi van Open VLD Jean-Jacques De Gucht. En als ze dat in Ierland kunnen, waarom dan niet in Vlaanderen en daarmee zet hij zijn coalitiepartner minister Wits flink onder druk. Welkom Jean-Jacques De Gucht van Open Vld. Het Zoveelste debat over onderwijs nu naar aanleiding van onbetaalde facturen. We hebben u uitgenodigd als lid van de meerderheid. Maar als ik u daar net bezig hoorde, dacht ik. dat is iemand van de oppositie, we moeten die gewoon niet meer uitnodigen, de oppositie. U bent het. Oh. Laat me beginnen met, met uw eerste uh, zin: hè. Uh, Zoveelste debat. Uh, dat is het, hè? Wij... Dat, dat begint u te ergeren, heb ik de indruk. Het duurt allemaal veel te lang. Vreselijk. Allee, uh, en en telken malen dezelfde opmerking: het is verschrikkelijk. We hebben vorige week het uh, debat gehad in, in de commissie over, over mijn conceptnota, over uh, gezonde warme maaltijden. Mm -hmm. En iedereen, oppositie en meerderheid begint met het woord: het is verschrikkelijk dat dit ja. in Vlaanderen kan. En iedereen is het met u eens, als ik het goed begrijp. Ja, maar het volgende luik, daar mankeert iets. Hè. Dat is uh, de uitvoering. Namelijk, wat gaan we eraan doen. En dus daar stopt het. Ik heb op het einde van dit debat ook gevraagd, meneer de minister. Bent u bereid van een ronde tafelgesprek te voeren met de lokale bestuur want men steekt zich altijd weg achter die lokale bestuur of men steekt zich weg achter de scholen. Ja, paraplu langs alle kanten. Geen enkel probleem. Oké, okay. maak dan een ronde tafel en zorg ervoor dat in elke school elk kind een warme, gezonde maaltijd kan krijgen en degene die inderdaad uit een sociaal-economisch moeilijke situatie komen, dat dat gratis kan zijn. Ja, dus dat, dat is wel een belangrijk onderscheid. Niet voor iedereen gratis, maar voor wie het dan echt nodig heeft. Nu, het verwondert mij, van in een zekere zin, ik weet dat, dat is toch ook een riedeltje om uw woord te gebruiken, dat liberalen graag van goed eten en drinken houden. Dus waarom pleit u nu zo voor een gezonde, warme maaltijd op school? Wat is daar zo opzienbarend aan? Wel, eigenlijk is het, uh, het is niet opzienbarend. Het zou eigenlijk de meest logische zaak moeten zijn dat elk kind tenminste één gezonde warme maaltijd heeft. Ja, want en... wij waren dan vroeger tevreden met een paar boterhammetjes en klaar was case, hè? Ja, maar u ging waarschijnlijk ook naar huis en u had dan een gezonde warme maaltijd thuis. Als je dan kijkt dat uh, bijvoorbeeld heel veel gezinnen die in sociaal economische moeilijke situaties zitten, als een van de eerste dingen stoppen met een gezonde warme maaltijd, ja, dan zie je, uh, we spreken dan over. 3,5 tot 4,5 euro in Vlaanderen. Als mensen voor een kind 3,5, 4,5 euro voor een maaltijd per dag zeggen we gaan dat toch maar niet doen, en dan klopt er uiteraard iets? Dan niet, klopt er iets hè? niet. Ja. Dit, dit is niet het Vlaanderen ja, waar we. Dat was het debat ik... van de lege Brooddozen. En daar is dat eigenlijk ook op aangesloten. Want als ik me niet vergis, u haalt uh, om het in voedingstermen te houden, u haalt uw mosterd uit Ierland dit keer. Jullie zijn er op bezoek geweest en veel geleerd. Uh, onder andere uit Ierland, hè, maar ook uit Europa in het algemeen. Het staat ook in de kindgarantie die Europa naar voren brengt. Namelijk, zorg ervoor dat op elke school elk kind een gezonde warme maaltijd kan krijgen. En niet alleen omdat je niet kan leren als je daar zit met een lege maag. Ja. Uh, ten tweede, in die opgroeifase zijn voedingsstoffen dermate belangrijk. Je leert eetgewoonten die je voor de rest van je leven meeneemt. En in alle landen waar het al heel lang bestaat, zie je ook op lange termijn dat het een ongelooflijke meerwaarde heeft voor ganse gezondheidszorg. Ja, maar... Om een eenvoudige want... reden, als je van jongs af aan hamburgers en frieten als normaal aanschouwt, ja, dan trek je dat ook door. En dan is het ook opnieuw bij de volgende generatie. Mensen zeggen, de Mensana in sane. We uh, zouden natuurlijk kunnen zeggen, ja goed, want u zegt ook, ja, honger. Ik denk, of ik hoop dan niet dat u uit de ervaring spreekt, maar honger. Kinderen worden dan onhandelbaar. Dat is ook zo. We hebben met, met verschillende leerkrachten gesproken die zeggen. Ik kan perfect. Ten eerste, uh, leerlingen die, die niet gegeten hebben, hebben niet hetzelfde concentratievermogen, maar daarnaast worden die inderdaad ook onhandelbaar want die hebben honger die zijn niet op dat moment zijn die niet gefocust op wat door die leerkracht naar voren gebracht wordt op dat moment zijn die inderdaad onhandelbaar en ik vind dat dat niet past in een Vlaanderen van de toekomst ja. en daarnaast wij zijn een kennismaatschappij wij moeten juist al het mogelijke uit onze kinderen halen, want dat zijn degenen die ervoor zorgen dat gans ons systeem blijft draaien zoals we het vandaag kennen of in ieder geval in het verleden gekend hebben, namelijk dat je het beter kan doen. En, en het onderwijs is de manier voor, voor onze maatschappij om beter te worden. Ja, om dus we moeten niet niet dat iedereen uh, gelijke kansen krijgt. Ja, we moeten dus niet alleen voor zorgen dat de, de geesten gevoed worden, maar de eerste zaak is eigenlijk de, de magen voeden nu terug naar Ierland willen zeggen, maar dat is onmogelijk. U hebt daar voorbeelden gezien van waar het duidelijk wel kan. Zo moeilijk is dat dan niet, om het dat is in te is helemaal niet moeilijk. Dat is juist het absurde aan de discussie. Men haalt dan zaken aan. In de commissie uh, had je zelf een collega van het Vlaams Blok die, die zei ja, uh, bij mijn vrouw op school, daar is het eten slecht. Ik dacht, in mijn eigen alibi. heeft dat daar nu een hemelsnaam mee te maken? Ik bedoel, je moet inderdaad zorgen dat het van goede kwaliteit is. Je moet ervoor zorgen dat het betaalbaar is. En daarnaast dat het voor degenen die het niet kunnen betalen, betaald wordt door de overheid. Maar als je zegt het moet enkel en alleen vanuit het lokale of vanuit de scholen groeien, ja. Vandaag kan het vanuit het lokale en vanuit de scholen groeien ja. en toch zien we dat het niet over heel Vlaanderen is. Integendeel, we zien zelfs meer en meer scholen die afstappen van gezonde, warme maaltijden en zeggen, we doen alleen nog een ja, boterhammer. En het daarmee dan ook wel, als ik het mag, een, een stevige aanval gelanceerd richting uh, N-VA-minister van Onderwijs Ben Weidsom, om te zeggen, ja dit is absurd, doe het iets. En, en we hebben hem nauwelijks gehoord, de man zat helemaal in het defensief of in het zwijgzamen. Zijn we niet van hem gewend? In het defensief weet ik niet. Ik had gehoopt dat minister Weits op mijn laatste vraag zou gezegd hebben: ja, laat ons inderdaad een ronde tafel organiseren. Nee, hij heeft inderdaad zich het zwijgen toegedaan en heeft in het begin gezegd: kijk, de school moet zich concentreren op datgene wat haar kerntaak is, namelijk onderwijzen. Mm -hmm. Hij heeft eigenlijk alles wat in het hele debat wordt gezegd. Totaal die bestrijding de dure scholen, dan zegt hij dat is geen kern. Daar bent u het niet mee eens, want u hebt wel, denk ik, van uw collega Sarah Smeijers, u zit samen in het bestuur in Aalst, als ik het goed heb, een lik op stuk gekregen van, zeg ja, maar, wat de school niet kan betalen, dat betalen wij dan via het OCMW. En daar zit u dan ook bij, en dat vindt u oké okay, natuurlijk. Wat is het Maar ik vind het een goede zaak dat het OCMW daar intussen komt. Alleen heeft Sarah Smeijers, toen zij ik dat niet gehoord heb, gezegd, uh, heeft hij helemaal niet gezegd: er is geen enkel kind met een lege brooddoos in aalst. Ze heeft ook niet gezegd: elk kind heeft een gezonde, warme maaltijd in aalst. Wij betalen. Dat is juist waar het over moet gaan. Mm -hmm. En zeggen dat er geen tekorten zijn in aalst, dat is wel zo. Aalst wordt geconfronteerd, net zoals. Ongeveer alle gemeenten en steden, en in een grootstedelijkere context is dat dan natuurlijk meer aanwezig, ja. met het feit dat er inderdaad ja. een serieuze vorm van kinderarmoede is. Terwijl dat juist het juist aan een maatschappij als de onze is om ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde ja. kansen krijgt. Akkoord uh, met uw redenering. Mag ik u een politieke vraag stellen? Zie je nu dat de NVA geïsoleerd stond tijdens dit debat? Want u hebt. ...serieuze kritiek gegeven. Ook CD&V was het daar duidelijk niet altijd even mee eens. Ja, de enige die voor NVA va applaudisseerde was NVA zelf. Ja, um, laat ons hopen dat dat dan eventueel... De, 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 ...het geheel wat in beweging kan brengen. Wake-up call. Maar, uh, het, maar het jammer aan de hoor... zaak is... ...er zijn heel veel mensen tussengekomen... Mm -hmm. um, het Vlaams blok heeft gezegd dat uh, het, het is niet meer leuk voor de kijkers. Ik wist niet dat het Vlaams blok bezig was met de, met de kijkcijfers van het Vlaams parlement. Um, en uh, daarnaast heeft de NVA, buiten collega Grozemans, die, uh, die tussengekomen is. Maar als daar een minister zit, dan verwacht ik ook dat de minister een duidelijk statement maakt. En dan is uh, dat hebt het is niet gehoord. Misschien jammer genoeg uitgebleven. Dat het de volgende maanden wel gehoord. Nu, in alle geval. Wij blijven niet uh, op onze honger zitten. En wat de kijkcijfers betreft, met Vlaams Parlement TV mogen we gerust zijn. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.